Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben volop zonneschijn in onze omgeving. Met hier en daar wat sluierwolken hoog in de atmosfeer, maar de zon schijnt daar makkelijk doorheen. En dat betekent een prachtige ochtend met temperaturen die al heel snel aan 15 of 16 graden komen. En aan het eind van de ochtend gewoon boven de 20 graden liggen. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Met vanmiddag op de stranden mogelijk een windje van zee. En dat betekent op de stranden wat afkoeling. Maar achter de eerste duinenrij is het al 24 graden. En landinwaarts wordt het plaatselijk 28 graden. Vanavond blijft het lang warm. Het blijft ook helder met volop zonneschijn tot die ondergaat. En daarna volgt een heldere avond en nacht. Ook morgen hebben we nog volop zon, maar de wind wordt steeds meer noord tot noordwest van richting. En dat betekent dat er ietsjes koelere lucht wat verder het land in komt. In het binnenland wordt het nog 25 of 26 graden, in het westen en noorden 21 tot 23. En die koelere lucht wint zaterdag nog wat meer terrein, dan wordt het 18 tot 23 graden. Maar we hebben nog steeds volop zon. Zondag beginnen we ook nog met zon, wat hogere temperaturen in de loop van de dag mogelijk een regen- of onweersbui. En maandag is het dan gevoelig kouder. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.